Ik ben Roos en ik ben 9 jaar. Ik ben nummer 1 van Nederland. Goed, stop, sneller. Tennis! Ik ben begonnen toen ik 5 jaar was. Ik had dan een balletje en dan een racket. En toen begon ik met tennislessen en zo. Ik tennis wel eens tegen meisjes die 17 jaar zijn en dan sla ik ze gewoon van de baan af. Hop, 4 zetje, kom maar. Sneller, in de wedstrijd wil ik sneller spelen. Ja, kom maar, hop. Het is wel zwaar en dat moet ook. Dan word je beter. Als je normale alleen maar een beetje wat rondjes loopt, ja, dan ga je er niet beter van worden. Je moet de 10 goed spelen, dan stoppen we pas. Als je bij 8 een fout maakt, beginnen we weer opnieuw met tellen. Hop. Mijn trainer is leuk omdat hij mij nieuwe dingen leert. Hij is soms streng, maar dan bedoelt hij het goed. Hou stil. Ja. Blijf de blad versnellen. Hou, blijf houden, blijf houden, blijf houden. Kom maar, goed op. Even sneller. Ja. Hij heeft alles in huis. Hij heeft echt alles in huis. Om nog veel beter te worden. Ik train 3 dagen in de week, iedere week een wedstrijd. 2 uur per dag. Ja, ik heb wel huiswerk. In totaal 6 uur. Dat doe ik meestal 's avonds. Frankrijk, Duitsland. Weet ik niet, heel vaak. Ik ga vroeger naar bed. Ik eet ook iets anders, gezonder. Het topsporter eet gezond. Dus een kroketje, echt niet. Een frikandel, ook niet. Snoep, af en toe dan. Sla. Ja, dat is wel goed. Het plezier in tennis. Dat maakt mij denk ik heel goed. Ik heb 67 bekers in mijn kast. Dit zijn al mijn eerste plaatsen. Dit zijn ook al mijn eerste plaatsen. En dit zijn mijn tweede plaatsen. Iets minder dus. Misschien had ik toch een beetje kunnen schoonmaken. Of ik moet gewoon nieuwe winnen. Daar is mijn moeder. Nee, ze coacht niet, want ik moet het zelf doen en later kan ze er ook niet bij zijn. Mijn doel is eigenlijk om de top te bereiken en de eerste van de wereld te worden. Ik wil sowieso Wimbledon en Roland Garros winnen en Australian Open. Dat wil ik sowieso bereiken.